naar uitgekeken. Dus het voelt nu ook super echt om hier te zijn en alles in te checken. En daadwerkelijk naar de Spelen te gaan. Dus ja, dat was ik het tof. Ben je ook zo wakker van, yes, eindelijk? Ja, een beetje wel. Een beetje wel. Het is ook wel moeilijk om weer weg te gaan van huis. Dat is bij mij altijd de eerste dag een beetje een dingetje. Maar nu we hier allemaal zijn en iedereen ziet er precies hetzelfde uit. En ja, we zijn allemaal helemaal ready. Ja, je zegt de bezichtiging ook. Ik zie iedereen hier langslopen. Iedereen zit te kijken van, wat is dat allemaal? Ja, ik kan me wel voorstellen. Ja, dat zou ik ook doen als ik een hele groep mensen in dezelfde outfit zou zien. Was het doel? Heb je een plekje in je koffer gereserveerd voor die medaille? Of? Ja, ik hoop het wel. We gaan het zien. We gaan wedstrijd voor wedstrijd kijken hoe ver we komen. En ja, het is een spelen, dus we zijn allemaal helemaal zin in. We hebben er lang op moeten wachten natuurlijk. Dus ja, we hebben nog 2 weken om voor te bereiden en dan moeten we er staan. Er zijn natuurlijk heel veel coronamaatregelen. Waar heb je zoal rekening mee moeten houden? Nou, waar niet mee. Ja, kijk, ik ben gewoon heel erg blij dat het gewoon doorgaat. Dat we gewoon uiteindelijk kunnen zeggen dat we naar de Olympische Spelen zijn gegaan. Het is natuurlijk een heel moeilijk jaar. En ja, uiteindelijk mogen we niet zo heel veel. Maar we moeten het voor elkaar maar heel leuk gaan maken. Schiphol met Lise Kop. Ja, jongens, eindelijk. Wat gaan we doen? Kijk even op de paparazzi. Paparazzi. Ja, vertel even. Nou, jongens, we vliegen vandaag gewoon naar Tokio. Oh my god. Echt sick, hè? Olympische Spelen. Het gaat gewoon gebeuren. Eindelijk. Ik lach. Ja, ik ook. Ik zei het ook. Ik lach. Maar je ziet het. Ja, ik denk dat hij het wel. Hij kan het wel. Ik ben een beetje bij. Ja, je weet, als ik het wel in pas. Maar het is een stuk zwakker. Dat is ook niet.